En dan nu? Hallo kijkers, op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn 14 partijen in Nijmegen die daaraan meedoen en er zijn 24 debatten van tevoren waar u met die partijen in discussie kunt gaan over van alles en nog wat. Ik heb ze even voor u op een rijtje gezet. Heb je pen en papier bij de hand? Daar gaan we. Op donderdag 20 februari is er in het Oudburger Gasthuis een debat om 19:30 over wonen, zorg en senioren. Om 20:00 diezelfde avond is er in Lux een door de Fietsersbond georganiseerd debat over de verkeersstructuur in de stad. Maandag 24 februari om 20:00 in de Lindenberg Aldehof gaat het over sociaal Nijmegen en met name over Dukenburg. Dinsdag de 25e is er om 15:30 middags in het Voorzieningenhart Het Hert in het Willemskwartier een debat over onderwijs in Nijmegen. Donderdag de 27e om 10:30 is er in het Internationaal Vrouwencentrum in de Dominicanenstraat een informatiemarkt. Om 19:30 kunt u naar de Petruskerk in Hees, waar het verkiezingsdebat Hees plaatsvindt. En om 20:00 in Theater Het Badhuis aan de Daalseweg is er een discussieavond over wonen in Nijmegen. Vrijdag de 28e om 14:00 is er in wijkcentrum de Heesweide op het Danielsplein het debat over de werkgelegenheid voor 45-plussers. En 's avonds om 19:30 is er in het Rozenhuis op de Antoniusplaats het debat Roze Stemmen Tellen. Dan hebt u een weekendje vrij, want dan is het namelijk carnaval. En voor de diehard limbo's onder ons is het dan tot en met dinsdag carnaval. Maar donderdag kunt u weer verder met de politiek. En wel om 16:00 in Lux. Daar wordt een debat georganiseerd over de ruimte voor de maakindustrie in deze stad. En om 19:30 is er in De Haard op de Groene Straat een avond over participatie en armoede. Maandag 10 maart om 20:00 is er dan in Lux een groot verkiezingsdebat voor studenten. En dinsdag de 11e om 19:30 in het Voorzieningenhart De Klif, het ondernemersnetwerk Nijmegen-Noord, wil daar een debat houden over het ondernemersklimaat. Woensdag 12 maart organiseert de kinderdebatgroep 7 van een basisschool in Park Lingenzegen een debat over groen gerelateerde onderwerpen. Dat begint om 10:45 en duurt tot 10:45. Donderdag de 13e is er van 14:00 in de Lindenberg een debat over het ouderenbeleid. Vrijdag de 14e maart is er van 14:00 in wijkcentrum de Meijhorst een debat georganiseerd door de stichting Anders Actieven in Dukenburg. En van 15:00 is er in het Hert in het Willemskwartier een debat over de WMO, het sociale netwerk, aangepast vervoer en meedoen. Maandag de 17e is er om 20:00 in het Goffertstadion nog een debat over de kwaliteit van de zorg, georganiseerd door FNV Lokaal. En dan hebben we tot slot op dinsdag 18 maart om 20:00 het Duurzaamheidscafé in Lux, het slotdebat voor de verkiezingen op woensdag 19 maart. Ik zou zeggen, maak een keuze, ga stemmen de 19e. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Alle debatten zijn gratis toegankelijk, daar hoef je inderdaad niet voor te betalen. Wie weet zien we elkaar daar.